Welkom bij het Olympische tekenen. Kun je een beetje tekenen? Ja, ik kan een beetje tekenen. Heel goed. Mag jij dan een kaartje uithalen? Mm. Mij niet laten zien natuurlijk. Juist, heb je er één? Ja, toch hè? Goed bekijken. Ah, het is goed, makkelijk. Ja, ga je gang. Het heeft, dat is in ieder geval een poppetje. Het heeft te maken met Olympische Spelen, denk ik hè? Of niet? Ja. Het is Pinocchio. Ah, het is Pinocchio. Nee, het is niet Pinocchio. Nog een mannetje daarachter. Zijn het hardlopers? Ja, zijn het hardlopers? Nee. Halve minuut nog, ga door. Een mannetje met hele lange armen. Ja. Is het een boksering en het zwaaien van de lucht? Nee, weer een mannetje, allemaal mannetje. Ja. Wat is het? Zijn het ook vrouwtjes? Kan het ook vrouwtjes zijn? Met ja. Hele lange vingers. Nee. Je moet er iets bij tekenen nog, want anders weten we het niet. Ja. Startschop. Nee. Zat hij in de fik? Is het plezier maken? Ah, ik weet het denk ik. Is het? Ja. Daar hebben ze het niet kunnen horen. Heb je voor de kinderen nog een tip? Een tip? Ja, zonder dat je het zegt wat het is. Veel mensen in het stadion. Ja, veel mensen in het stadion. Nou, succes. Ja, als ik nu het geraden, denk ik, dat is inderdaad heel goed gedaan. Wat mij betreft zijn het goede werken, maar ze tonen wel nog een beetje een onbeholpen hand van tekenen. Echt jeugdwerk uit zijn tienerjaren. Wat zijn ze dan waard? Maar dat is de hamvraag. Ja. Deze tekening taxeer ik op dit moment op 2.500 euro.